Hij is begonnen in 1980 met studeren aan de middelbare school. Hij heeft een hele tijd in de gemeenteraad gezeten. Hij is medewerker geweest van uh, uh, Jos van Rij, de, de wethouder uh, van de gemeente Roemont, die we kennen. En dat deed hij dan voor de VVD. Hij is advocaatprocureur geweest. Hij is ook een hele tijd staatssecretaris geweest. En sinds 1 april dit jaar, 2015, is hij interim burgemeester van de gemeente Heerle. En ik vind het leuk dat hij een keer bij ons aan tafel zit om met hem te praten. Frans Wekers, welkom. Goedemiddag. Een jong van hij, een jong van Limburg, en een jong van Biertje. En er zit dan hier in Parkstad, even achter de microfoon. Leuk is dat, hè? Ik vind het ontzettend leuk om in dit stuk van Limburg-Augentiet... Uh, behoorlijk actief te zijn en verantwoordelijkheid te dragen. En de beste je het dialect nog niet verleerd, hè? <laughs> nee, natuurlijk niet. Dat kan ik toetsen <laughs> met mijn wichter ook. Ah, oh, oké. Okay. Met mijn wichter? Uh, ja. Dat is dan uh, wederhelft. Ja, je hey, zeker uh, hey, over Kenjer. Uh, oh, oh, de Wichter. Zo de uit wichter. het Wicht. Ja, tuurlijk. Kinder. Ja, kinder. ja. ja, ja. Kinder. Okay. ja wat dat betreft... Heeft, uh, dat is het mooie, vind ik, aan Limburg. Als we uh, elkaar tegenkomen... Uh, of dat nou uh, hier in Parkstad... in Weert of in Den Haag is... Als Limburgers elkaar tegenkomen en ze spreken dialect, dan doen ze dat ook. Maar elke regio in Limburg heeft ook weer zijn eigen accenten. En dat ja. maakt het extra bijzonder. Ja, zullen we gewoon ABN houden? Dat is makkelijker. Ja, dat denk ik wel. <laughs> in dit geval. Wat een duizendpoot, Frans Wekers. Staatssecretaris, advocaat, procureur. Nou, ik noem, noem ze niet nog een keer allemaal op. U hebt dus in de Tweede Kamer natuurlijk al gezeten. Nu burgemeester in Heerlen. Uh, veel klappen van de zweep kent u. Uh, het klappen van de zweep denk ik uh, in de breedste zin des woords. Uh, wat heeft uh, tot nu toe, als u naar uw carrière even kijkt, de meeste indruk gemaakt? Uh, daar zou ik niet één specifieke uh, functie willen uitlichten, want dan doe ik die functie te kort. Uh -huh. uh, maar als ik uh, kan aangeven wat altijd op mij de meeste indruk maakt, dat is gewoon om uh, met de mensen bezig te zijn. Uh, wat houdt mensen bezig? Uh, zowel in voor- als in tegenspoed. Uh -huh. En dat heeft mij eigenlijk altijd gedreven. Zowel als advocaat, maar vooral ook als volksvertegenwoordiger. En ook als bestuurder, staatssecretaris en nu uh, interim burgemeester van Heerlen. Ja. En uh, nou, mensen uh, houden zich bezig met veiligheidsvraagstukken. Met economische vraagstukken, sociale vraagstukken. He, kan ik, kan ik uh, deze maand de eindjes nog aan elkaar knopen? Wat is het toekomstperspectief? Nou, als ik mij daar op een of andere manier voor kan inzetten, dan vind ik dat erg fijn. Ja. Frans Wekers is een mensenmens. Absoluut. Ja, ja, dat moet wel anders. Dan kan dat denk ik niet. Hè? Wat u net allemaal vertelt, dan is dat niet te combineren lijkt me. Nee, en ik zou overigens ook gek worden als ik uh, zeg maar van, uh, van 9 tot 5 achter een bureau zou moeten zitten. Of achter een uh, beeldscherm zou moeten zitten. Ik moet onder de mensen zijn en ook uh, waarde kunnen toevoegen. Beslissingen kunnen nemen, uh, problemen oplossen, uh, nieuwe perspectieven zien. Dat vind ik leuk, daar krijg ik energie van. Kijk, mooi is dat. Nou, is dit een van de facetten die u nog niet hebt meegemaakt, hè, burgemeester? Hoe, uh, hoe bevalt dat? Is me uh, bijzonder goed bevallen. Ja, over twee weken wordt Ralf Kreewinkel uh, geïnstalleerd. De, de, ja, de, de nieuwe burgemeester van Heerle, zeg maar. En nou, nou wordt u benaderd op een gegeven moment van: Goh, uh, we zoeken een, 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 een Heerlen gaat iemand weg? Paul de Pla, die, die verruilt Breda voor of uh, Heerle voor Breda. We hebben een, een, een burgemeester nodig. Hoe, hoe komen ze dan terecht op Frans Wekers? Hoe gaat ja, ze? Ja? <laughs> nou, de gouverneur die had mijn telefoonnummer. Die heeft Ach, me gebeld. Ah, oh, zo simpel is het. <laughs> zo simpel is het. <laughs> Kijk, uh, voor een uh, nieuwe vaste burgemeester daar geldt een, uh, een uh, hele ingewikkelde procedure voor. Mm. Uh, sollicitaties bij de. Uh, bij de commissaris van de Koning, een vertrouwenscommissie die uit de raad is samengesteld. Een profielschets die door de gemeenteraad wordt, uh, wordt opgesteld. En uh, ja, dat is een hele zorgvuldige procedure om uiteindelijk in een gemeente een vaste burgemeester te krijgen. Als een uh, burgemeester uh, opstapt, zoals bijvoorbeeld Paul, Paul de Pla, die uh, op een zeker moment naar uh, Breda is gegaan, mm -hmm. ja, dan staat de commissaris van Koning voor de vraag. Hoe gaan we in de tijd dat, er, uh, he, dat die nieuwe procedures plaatsvinden, hoe gaan we dan met de stad om? Nou, in het ene geval wordt het wel eens zo gedaan dat een wethouder dan de honneurs waarneemt. In heel hadden de wethouders ook aangegeven: Nou, we willen graag een interim burgemeester, een, uh, een tijdelijke burgemeester, waarnemend burgemeester. Nou, toen heeft de gouverneur aan mij gedacht, gelet op uh, mijn bestuurlijke ervaring. Uh -huh. Nou, en ik heb. Uh, over heerlijk geen seconde na hoeven denken. Nee, dat kan ik me voorstellen, want dat is dan een uitdaging. Was u op dat moment, ja, natuurlijk moet je vrij zijn... anders kun je die functie niet ambiëren. Maar wat deed u tot dat moment? Op dat moment uh, deed ik een aantal opdrachten als uh, ZZP'er. Uh, als uh, ja, zelfstandig consultant. Uh -huh. Onder meer voor de Europese Investeringsbank. Ik was net bezig in die periode om uh, die klus af te ronden. Om te zorgen dat de Europese Investeringsbank eigenlijk heel veel geld ligt te wachten voor, uh, voor grote investeringen. om die uh, op een aantal plekken in Nederland binnen te brengen. Nou, dat heb ik in het eerste kwartaal van dit uh, jaar gedaan. Daarnaast uh, was en ben ik overigens nog steeds bezig met een uh, commissie. die de nieuwe staatkundige structuur van Caribisch Nederland evolueert. Uh -huh. Dus Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. die zijn sinds 10-10, uh, 2010 onderdeel van het land Nederland geworden. Nou, daar kijken we met uh, uh, een commissie van vijf personen naar. En uh, het rapport, dat uh, ronden wij aanstaande oktober af. Nou, en zo, uh, zo deed en doe ik nog wel wat andere dingen. Oké, okay, nou ja, dat is uh, lekker, uh, lekker, uh, lekker ambitieus. Dat kunt u dus dadelijk, uh, als u klaar bent over twee weken, kunt u daar weer mee verder. Uh, ja, nou, dat werk heb ik uh, niet laten, uh, laten liggen. Dat ging uh, uh, allemaal gewoon door. Dat, uh, dat ging gewoon door, maar ik ben. Ik zeg in mijn, in mijn carrière, in mijn loopbaan. gewend geweest om veel dingen tegelijkertijd te doen. Uh -huh. Toen ik, ik ben twaalf jaar lang Kamerlid geweest. Maar gedurende lange tijd ben ik daarnaast ook nog gemeenteraadslid geweest. Ja. Ik heb daarnaast ook nog in een raad voor toezicht van een ziekenhuis gezeten. Ik ben een tijd voorzitter van MKB Limburg geweest. Dus ik heb eigenlijk altijd wel diverse dingen gecombineerd. En het was alleen anders toen ik staatssecretaris van Financiën was. Want als bewindspersoon mag je geen enkele andere nevenactiviteit doen. Maar voor de rest uh, heb ik dat in mijn leven uh, veelvuldig gedaan. En uh, nou ja, uh, zo, uh, het gaat zo vaak hè? als uh, als je iets gedaan moet hebben... kun je maar beter wat vragen aan iemand die het toch al druk heeft. Die kan het er nog wel even bij doen ja. dan iemand die niks te doen heeft. En nou ja, ik ben graag uh, druk bezig. Ja, dus dat is goed. Van alle, van alle facetten, uh, daar, daar heeft hij wel kennis van. Hij uh, is met heel veel zaken bekend. We hoorden het net inderdaad, staatssecretaris van Financiën, uh, advocaat, hij noemt het allemaal maar op. Dus dan denk ik dat dat in, in zo'n rol als burgemeester, uh, ja volgens mij uh, heeft dat gewoon heel veel, uh, uh, ja, hoe, hoe zeg ik dat netjes? Dat, dat komt heel goed uit denk ik, zo'n functie. Want da daar hebt hij met allemaal van die facetten hebt hij van doen. Ja, dat klopt. Het, wat dat betreft, de, het ambt van burgemeester is een heel veelzijdig ambt. Uh -huh. uh, je staat heel dicht bij de burger. Ik ben burgervader. Ja. Ik merkte dat al bijvoorbeeld uh, uh, nou, twee weken na mijn uh, komst naar Heerlen. Uh, toen had ik te maken met een gasexplosie in de verweerde pilmanstraat ja. Uh, Nou ja, dan moet je er ook onmiddellijk voor de mensen staan. Uh -huh. uh, dat is een, uh, ja, dat, ik, 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 ik uh, vind het heel plezierig om dan ook, uh, ja, waarde te kunnen toevoegen, uh, beslissingen te nemen als het nodig is. Maar vooral ook te kijken of ik iets voor mensen kan betekenen. Um, laat ik zeggen, kijkend naar wat ik in de, ja, in de loop der jaren allemaal heb gedaan, dat lag enerzijds op het, uh, op het kruisvlak van financiën en, uh, en economie, ook een stukje sociale zaken. En anderzijds ook op het uh, juridische vlak en uh, het vlak van, ve van veiligheid. Ja. Ja, en al die dingen komen in de rol van burgemeester eigenlijk heel mooi samen. Ja. Want u hebt een half jaar ben je dan burgemeester, weet dan ook dat dat tijdelijk is. Nou niet zoiets van, nou, ik had eigenlijk nog niet weg Nou goed, als, <laughs> uh, <laughs> uh, het, je zou zeggen, het smaakt naar, uh, naar, naar meer. meer. Uh, ja. In elk geval uh, zal ik als ik over twee weken wegga uit uh, uit Heerlen, althans vanuit deze positie, ja. dan uh, zal dat uh, toch al met een zekere weemoed zijn, uh, uh, wanneer je ja, uh, 24 uur per dag, 7 dagen per week al is het maar voor korte tijd, uh, heel intensief met de stad bezig bent... je houdt ook van de stad, je mm -hmm. houdt van de mensen van de stad, dan... Uh, ja, en dat gaat zo snel al, hè? Dat, gaat, dat gaat heel snel, ja. Uh, je, uh, je legt verbinding, uh, je, maakt, uh, je maakt relaties, uh, je bent met dossiers bezig, problemen aanpakken. Tegelijkertijd, ik wist van tevoren dat het uh, voor een klein half jaar zou zijn. Mm -hmm. En, uh, uh, nou, Heerlijk krijgt zo meteen een... Hele goede nieuwe vaste burgemeester. Dus ik draag straks ook met, uh, laat ik zeggen, met plezier de dossiers aan mijn opvolger over. Maar natuurlijk, als het een paar maanden langer uh, uh, had moeten zijn... dan had ik dat ook graag gedaan. Maar nogmaals, uh, ik wist dat de gemeenteraad snelheid wilde maken... met uh, de komst van de vaste burgemeester. Nou, en die treden over twee weken aan... En ik ben graag over twee weken ook getuige van de installatie van Ralf Kreewinkel. Nou, ja, en die, zal, uh, die, die trein die nu is gaan rollen, die zal hij verder moeten gaan leiden, toch? Absoluut. Ja. En hij zal zelf ook zijn accenten uh, willen aanbrengen. En dat, uh, dat is ook maar goed ook. Nou, ja. Vijf maanden burgemeester uh, in heerlen interim. Wat, wat zijn uh, hoogtepunten voor u? Dingen waarvan u zegt... Nou, dat vond ik echt geweldig, dat vond ik zo mooi om mee te maken. Ja, eigenlijk uh, is te veel om op te noemen in het kader van, uh, van deze uitzending. Maar laat ik een paar voorbeelden noemen. Uh, een paar weken na mijn aantreden werd de, werden de projecten in het kader van de IBA, de Internationale Bouwuitstelling, mm -hmm. in een bomvolle theaterzaal uh, gepresenteerd door Jo Koenen. Mm -hmm. En uh, wat ik fantastisch vind is. Dat daar uh, zo verschrikkelijk veel initiatieven naar voren zijn gekomen. Nou, er zijn een, uh, een kleine 300 initiatieven aangemeld. Die kunnen natuurlijk lang niet allemaal de status krijgen van uh, kandidaat IBA-project. Uh, maar de energie die vrijkomt. Uh, energie die vrijkomt op uh, bijvoorbeeld Koningsdag. Als je, nou, ik ben de diverse speeltuinen afgegaan, diverse wijken van Heerlen afgegaan. Uh, mensen die uh, voor elkaar in de bres springen. Die uh, zorgen dat er uh, leuke dingen worden georganiseerd. Ja, en als ik dan verder kijk hier in Heerlen, wat er aan cultuur te beleven is. Nou, dat mag toch wel enige naam hebben. Dus ik zou zeggen, ja, je kunt behoorlijk trots zijn hier... Om uh, niet alleen in zo'n mooie omgeving te wonen, maar toch ook vooral voor wat er allemaal gebeurt. Ja, mooi. Mooi, mooi, mooi. De, eigenlijk, eigenlijk zijn die vijf maanden op wat kleine dingen na. Er dus zijn volgens mij alleen maar hoogtepunten geweest, als ik het zo hoor. Nou, er dus zijn, ja, inderdaad, dat zou je Toch? wel kunnen zeggen. Ja. Eigenlijk een aaneenschakeling van, uh, van hoogtepunten. Maar tegelijkertijd werk moet gedaan worden. Uh, elke week is er een collegevergadering. Eens In de zoveel tijd is de raadsvergadering. De burgemeester zit beide vergaderingen voor. Nou, je zult dat een, een goede banen moeten leiden. Nou, wat ik in elk geval uh, in de afgelopen periode heb gemerkt, is gewoon een uh, ja, heel prettige samenwerking. En uh, daar heb ik mijn energie graag voor ingezet. En dat zal ik de komende weken nog steeds doen. Kijk, dat zijn mooie, ja, mooie laatste woorden, zou ik bijna willen zeggen, van deze week bekeken. Maar het is in ieder geval leuk. We hebben denk ik een klein beetje een duidelijk beeld gekregen van wie is nou eigenlijk die Frans Wekers? Wie is die interim burgemeester? Wie is die voormalig staatssecretaris? Wie is die voormalig advocaat? Met andere woorden, een goed kijkje in de keuken van Frans Wekers. Maar een hele mooie ja, kennismaking. En dat zo mooi aan, aan zo'n uh, einde van zo'n interim periode als burgemeester van, uh, van Heerlen. Ja, mooi. Het staat toch mooi op de cv, Frans Wekers, of niet? Uh, ja, maar daar doe ik het niet voor. Nee, <laughs> Uiteindelijk er... doe ik het ervoor omdat ik uh, graag uh, zinvol bezig wil zijn voor de, voor de samenleving. En in dit geval voor de heerlijke samenleving. En uh, 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 and, and, and verder ook een aantal zaken kunnen doen in het kader van de Veiligheidsregio uh, Zuid-Limburg. Dus uh, ik kijk daar uh, over twee weken ook weer met uh, veel voldoening op terug. Ik ga u bedanken. Uh, A, om, uh, ja, niet dat wij u moeten bedanken dat u intremeurgemeester van Heerlen bent geweest. Maar wel bedanken dat u uh, ja, dat zo op zo'n fijne manier gedaan hebt. Verder uh, wil ik u bedanken voor komst hier naar de studio. Aangenaam om, uh, om met u dit gesprek te hebben. En ik wens u heel veel succes in alles wat u over twee weken gaat doen. Dankjewel. Dit was Frans Wekers. Dankjewel.